Het is ook niet.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u en met uw geest. Beste mensen, namens onze Oda parochiegemeenschap heet ik u allen hartelijk welkom in deze kerk. In het bijzonder welkom aan Antoinette van Geloven, aan Anita, aan Ilmali, aan Frans, aan Henk, aan Sylvia, aan Yaris, aan Jurgen, aan Maarten, aan Marion, aan Jan Antoine, Françoise, Michael, Susan, en Tommy, Esme, Judith en Ruth, Yvonne, Elisa, Femke, Jasper, Jesse. Alle vrienden en bekenden, wees welkom. Wij zijn hier samengekomen om elkaar tot steun en bemoediging te zijn nu we afscheid nemen van Martin Kaskens. Ontegensprekelijk is er nu het verdriet om de lege plek die hij hier bij jullie achterlaat. Want onze Martin was uniek. En hier in deze kerk mogen wij bij Jezus komen. Met ons verdriet en vele vragen, maar ook met onze dankbaarheid voor al het mooie en het goede dat onze Martin heeft gegeven. Als gelovige mensen weten we dat de liefde sterker is dan de dood. Teken van ons geloof in Jezus verrijzen is kracht. En onze overtuiging dat echte liefde niet sterven kan. Mag ik Susan, Judith, Yvonne, Elise, Femke, Jasper, Jesse uitnodigen om de 6 kaarsen rond opa te aansteken. Ik heet welkom aan namens de kleinkinderen uit Australië, Jan, Antoine, Françoise, Michael.
Heilsgeestens gedachten. Strijd. Er zijn geen woorden voor een zieke, waarvan je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam. Broeders en zusters, belijden wij onze zonde, bekeren wij ons tot God om deze heilige Christus goed en waardig te kunnen vieren. Laten wij samen bidden, de schuldbeleidenis dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar. Alle engelen heilig, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden voor de hemels. Mogen de Almachtige God zich over onze Martin Kaskens ontfermen, zijn zonden vergeven en hem geleiden naar het eeuwig leven. Amen. Ons gebed. Vermeerder ons geloof in uw Zoon, die van de doden is opgestaan, en versterk op onze hoop op de verrijzenis van onze vriend Martin Kaskens. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Laten wij gaan luisteren naar het woord van God. Eerste lezing uit de Bijbel wordt gelezen door Jaris. De dood als een groot mysterie. De mens, kind van een vrouw, in dagen beperkt en met zorgen overstelpt, is als een bloem die bloeit en verwelkt. Vluchtig als een schaduw, onbestendig. Hebt gij het God dan ook nog op zo iemand begrepen? Voor een boom is er hoop. Zelfs omgehakt bot hij nog uit. Komt opnieuw in blad. Al worden zijn wortels oud in de grond, al is zijn stam bezig te vergaan, hij hoeft maar water te voelen en loopt weer uit, wordt weer groen als een jonge plant. Sterft de mens, dan is het gedaan. Geeft hij de geest, dan is het voorbij. Als water verdampt, als een rivier verdroogt, of wie blijft
Wie sterft leven in u? Dan is mijn hele bestaan een wachten, tot ik u, die naar mij uitziet, ontmoeten mag. Laten wij eventjes staan. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus sprak tot hem: Waar staat er geschreven in de wet? Wat leest ge daar? Hij gaf het ten antwoord: Gij zult de Heer uw God beminnen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf. Jezus zei: Uw antwoord is juist, doe dat en gij zult leven. Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus aan: Wie is mijn naaste? Nu nam Jezus weer het woord en zei: Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho in handen van rovers.
Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg. Hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een Leviet. Hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij 2 denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: zorg voor hem en wat gij meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden. Wie van deze 3 lijkt u de naaste te zijn van de man die in handen van de rovers gevallen is? Hij antwoordde: die hem barmhartigheid betoond heeft. En Jezus sprak: ga dan en doe hij evenzo. Zo spreekt de Heer. Boven aan de rouwkaart staat te lezen: sterven doe je niet ineens, maar af en toe, een beetje, en alle beetjes die je sterft, is vervreemd, die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: ik ben wat moe, maar op. Een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe. Een bijzonder mens ging heen. Deze zin zegt al heel veel over heel het leven van jullie lieve man, lieve vader, schoonvader, opa en overgrootopa Martin Kaskens. Het spreekt over zijn liefde voor jullie en jullie liefde voor hem. Zo net hoorden wij in de eerste lezing over Job, hoe hij geleden heeft in zijn ziekte en trouw is gebleven, heb ik Martin bediend. Nu heeft God hem uitgenodigd bij hem in het eeuwige leven rust te nemen. Jezus roept: kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Twee jaar geleden, toen ik naar Nederland kwam, hoorde ik van mensen zeggen dat vroeger de missionarissen van hier naar Azië waren vertrokken. Dat het nu juist omgekeerd is. Dat is waar in het leven van onze Martin Kaskens. Martin, naar mijn moederland, India.
in Andhra Pradesh, in Koilkontla Parochi, in het bisdom van Karnool, in zuidelijke India. Daar werkte zijn broer, pastoor, pater Hermans Kaskens, als missionaris priester vanaf 1950. Daar in de buurt ligt mijn kloostercongregatie. Enkele maanden geleden, toen ik op Odendaal onze Martin bezoek gebracht, zag ik het fotoalbum over al die plaatsen in India die hij bezocht had met zijn broers Henk van Canada en Hermans, de missionaris priester in India. Toen voelde ik me als ik in thuis ben. Het was een mooie ervaring. Het bleek ook voor Martin een mooie reis te zijn geweest, waaraan hij dierbare herinneringen had overgehouden. Lieve familie, u hebt een mooie lezing uit de Bijbel gekozen over de barmhartige Samaritaan. Daar is een uitstekende en dankbare keuze, want jullie vader en opa was inderdaad een goede en barmhartige Samaritaan. Ik hoorde van zijn vrouw Antoinette dat toen hij in India was, hij een arme man onderweg ontmoette die nauwelijks kleding aan. Onmiddellijk had onze Martin Kaskens medelijden met hem en gaf hem zijn jas af. Martin Kasken volgde precies zijn naamheilige heilige Martinus van Tours na. Hier in deze kerk zien jullie in de rechterkant de houten beeldje van heilige Martinus van Tours, die zijn mantel aan arme man geeft die in de koude lijden had. Net als zijn naamheilige, onze Martin had een groot hart voor de medemensen in India. Bij zijn terugreis naar Nederland, in het vliegtuig, plande hij precies wat hij thuis gekomen met zijn tuin zou gaan doen. Hij was goede tuinman, tuinliefhebber. Als Antoinette hem nodig had, ging zij altijd naar hem in de tuin zoeken met de koffie klaar voor hem, want hij was altijd in de tuin bezig. 55 jaar zijn Martin en zijn lieve vrouw Antoinette van geloven samen geweest. Samen met haar droeg hij de zorgen voor het groot gezin van hun kinderen en kleinkinderen. Hij was een harde werker in zijn horloge en juwelierswinkel. En beiden waren altijd druk geweest in de winkel met de vele klanten wachten buiten.
Hij was erg trots op zijn kleinkinderen. Hij leerde hen springen en spelen. Hij heeft bij de restauratie van de kerk geholpen. Hij heeft de ram in de kerk geschonken en in de smidsorgel ook iets heeft hij ingeschonken. Hij was een heel goede huisvader die hield van de gezelligheid met de kinderen. Beste Martin Kaskens, hij is van ons heen gegaan om 8:10 s'avonds op de moederdag. Je was het oogappeltje van je lieve vrouw Antoinette, kinderen en kleinkinderen. Jouw zachte hart karakter blijft achter in onze liefdevolle herinnering. Met eerbied spreken wij uw naam, Martin. Je hebt heel veel voor ons betekent. Hartelijk dank voor al je zorg. Welterusten in de hemelse paradijs. Amen. En Elise uitnodigen voor voorbeden voor te lezen. Goede God, die onze Vader zijt, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor het leven. Wij vragen U, geef dat onze Martin Kaskens mag leven bij U en dat wij allen groeien in geloof en hoop. Laat ons bidden, Heer onze God, bidden. Voor onze overledene. Dat God Martin rust schenkt voor al zijn zwoegen. Verkwikking naar alle zorgen en het geluk van de eeuwige vreugde. Laat ons bidden. Voor de familieleden en vrienden die bedroefd zijn om dit afscheid, dat hun droefheid wordt verzacht. De dankbare herinnering aan al het goede dat de overledene tot stand heeft gebracht. Laat ons bidden. Voor allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde. Voor hen die eenzaam en moedeloos zijn. Dat zij hun hart geopend houden in hoop en verwachting. Laat ons bidden. Voor ons allen die hier aanwezig zijn om te bidden. Dat wij elkaar helpen het lijden te dragen door onze fijngevoeligheid en ons diep medeleven. Laat ons bidden. Nu gaan wij de altaar voorbereiden voor de heilige gave. U kunt uw offerande door de collecte aansluiten en gedachtenisprintjes wordt uitgereikt.
Heer, aanvaard onze gaven en verhoor ons gebed. Neem uw overleden onze vriend Martin Kaskens op in de heerlijkheid bij uw Zoon, die ons met elkaar verbindt door dit grote sacrament van zijn liefde, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij alleen heeft de dood aanvaard, om allen voor de dood te behoeden. Meer nog, hij alleen heeft willen sterven, opdat wij allen eeuwig voor u leven. Daarom, met alle engelen, loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Dankzegging uit, bracht het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, hij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en vele mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Als wij dan eten van dit brood, drinken uit deze beker, verkondigen wij zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij aan. Aan het levensbrood en de kelk van het heil, wij danken u, omdat hij ons waardig hield om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Laten wij zitten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus, Antonius en Robertus onze bisschoppen, en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk Martin Kaskens, die gij uit deze wereld tot u geroepen hebt. Laat hem, die in de hoop doop met Christus gestorven en herboren is, nu ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij hoop aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen, met de heilige Oda, met de heilige Martinus van Tours, onze patroon, en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn, en in loven en ere door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, eer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Oremus, precetis salutaribus moniti, et divina institutione formati, habemus dicere. Kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, hij hebt aan de apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van de kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Zalig zijn die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Bidden. Heer, wij hebben het paasmysterie gevierd voor uw gestorven vriend, onze Martin Kaskens. Wij bidden u, laat hem binnengaan in uw huis om te leven in uw licht en vrede. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Memoriam wordt lezen door Martins zus Ria. Ja. Van mijn 6 broers was Martin de stille en de zachte. Na zijn schooltijd leerde hij het horlogevak bij de heer Ijsbouts in Amsterdam. Mijn vader
was een dominant persoon. En meestal deden we ook wat hij zei, wat hij wilde. Maar één keer ging Martin daar dwars tegen in. Mijn vader had namelijk een goudsmitszaak in Amsterdam op het oog en wilde Martin helpen met de koop daarvan. Maar het stuitte dit keer op verzet. Martin moest namelijk in dienst en was gelegerd in Budel. Daar leerde hij op een dansfeest Antoinette kennen. En het was meteen grote liefde. Maar Martin begreep dat zijn zoon, een echte Brabander, niet blij kon maken met een zaak in Noord-Holland. En zeker niet in Amsterdam. Zodoende kwamen ze na een tip van Leo in Sint-Oederode terecht. Door het grote vertrouwen dat Martin genoot door zijn vakmanschap, liep de zaak prima. Ook Antoinette was vaak in de winkel, want verkopen deed ze graag en goed. Zo na jaren hard werken kochten ze hun prachtige huis op het mooiste plekje van Sint-Oederode aan de Dommel. Ze genoten beiden van hun rust en omgeving. Tot ieders groot verdriet werd Martin ernstig ziek. Door de grote toewijding van Antoinette kon hij tijdens zijn ziekte zo lang mogelijk thuis blijven. Na zijn opname in het verpleeghuis reed Antoinette Martin iedere dag naar huis om daar te eten. Want het eten smaakte hem thuis beter. Een groot compliment aan Antoinette, zoals ze dat met grote liefde gedaan heeft. Maar zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven. Stil en zacht. Onze stille en zachte broer. Voorgoed gedaan. Als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet te ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar. En daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voorbestaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voorbestaan. Veel mensen kunnen zich mijn vader misschien niet anders herinneren dan als een man lijdend aan de ziekte van Parkinson. Kromlopend, bijna onverstaanbaar pratend en met een bevroren mimiek op zijn gezicht. Voor mij is dat beslist een incompleet beeld van mijn vader. Ik wil graag mijn herinneringen met jullie delen, wie hij was als man in de kracht van zijn leven. Over zijn jeugd en hoe hij mijn moeder leerde kennen, heeft mijn tante Ria al verteld. Mijn vader en moeder hebben een lang en gelukkig huwelijk gehad. Over 2 dagen zouden ze 55 jaar getrouwd zijn. Zijn stap om in navolging van zijn vader en opa horlogemaker te worden, was voor hem geen keuze. Het was een passie.
En het ondernemen zat in het bloed van de familie Kaskens. Hij startte een juwelierszaak in Sint-Oederode. Deze zaak bouwde hij samen met mijn moeder uit tot een bloeiend bedrijf. En alle 5 kinderen hielpen op een of andere manier mee in de zaak. Ik herinner me nog dat in de avonduren, als mijn vader de verkochte klokken op ging hangen bij klanten, wij mee mochten. En dat vonden wij heel erg leuk. Hij werkte hard en was zakelijk. Heeft mij bijvoorbeeld geleerd nooit te zwichten voor chantage. En om nooit schulden te laten zitten. Hij was integer en betrouwbaar. En een tevreden klant was voor hem veel belangrijker dan veel winst. Daardoor had zijn zaak een hele goede reputatie. En kwamen klanten uit de hele regio bij ons kopen. Buiten ondernemer was mijn vader een barmhartig mens. Het lijden van anderen raakte hem diep. Tijdens zijn diensttijd helpen bij de watersnoodramp van 1953 maakte diepe indruk op hem. En de rest van zijn leven kon elk goed doel aankloppen bij hem voor zijn bijdrage. Hoe druk hij het ook had, in het weekend maakte hij altijd tijd voor ons. Wij hebben vele uitstapjes gemaakt, met z'n 7e in een te kleine auto. Hij danste heel graag. Met zijn oude maten had hij in Diemen een populaire dansclub opgericht. En met mijn moeder en zusjes danste hij vaak de tango. En met mijn broer en mij op feestjes de sirtaki. Hij hield ook erg van klassieke muziek, met name Mozart en opera's hadden zijn voorkeur. Ik vond dat vroeger verschrikkelijke muziek, maar doordat ik het zo vaak moest aanhoren, ben ik dat genre uiteindelijk ook gaan waarderen. Zingen was een andere liefhebberij. Hij is lang lid geweest van het Martinuskoor, wat vandaag ook zingt. Dat hebben wij moeten bezuren, want we moesten in de kerk uit volle borst kerkliederen met hem meezingen. Hij hield erg van plagen, maar zoals het vaak gaat, de leerlingen verslaan de meester. En wij hebben hem dan ook meer dan flink teruggeplaagd. Dan zei hij dat hij schoften van zoons had. En als hij dat zei, dan wisten wij dat de grap goed geslaagd was. Hij zette zich met hart en ziel in voor het VVV en voor de ondernemersvereniging Rooi 2000. Hij heeft talrijke evenementen georganiseerd en de jaarmarkt opnieuw leven ingeblazen. En hij vond het heerlijk om dinsdagavonds naar de Herensoos te gaan. Hij zei dan altijd dat hij daar erg veel schik had.
Zijn vrienden daar herinneren hem als een gezellige kerel die geweldig verhalen kon vertellen over de vele onderwerpen die hem interesseerden. Wij maakten er altijd geintjes over dat hij daar veel dronk, wat overigens niet zo was. En mijn broer en ik hebben hem voor de grap wel eens een keer opgehaald met een kruiwagen. Dat vond hij prachtig. Hij liet zich vervolgens volkomen nuchter naar huis krijgen. Hij hield ook zeer van de natuur. Vaak op zondagochtends om 6 uur 's morgens ging hij wandelen in de bossen om vogels te bekijken. Hij kende vele vogels en planten bij naam en wist precies hoe je een bepaalde plant goed moet laten groeien en ook hoe je hem moet snoeien. Hij wilde ook natuur scheppen. Hij heeft zelfs een hectare groot bos met eigen handen aangeplant. En ook zijn grote tuin heeft hij omgezet van een soort vuilnisbelt in een waar paradijs. Op 56-jarige leeftijd is hij gestopt met de zaak. Maar hij ging niet op zijn lauweren rusten. Al zijn kinderen hielp hij bij de verbouwingen van hun huizen. En hij heeft met een paar vrijwilligers van de heemkundige kring de oude kosterswoning bij de Knoptoren omgebouwd tot het huidige heemhuis. In 1999 werd hij tot zijn verrassing onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als dank voor alles wat hij voor de gemeenschap in Sint-Oederode had gedaan. Hij had dat niet verwacht. Hij was niet bepaald een monarchist, maar hij was trots op zijn lintje. En elk jaar ging hij dan ook trouw naar de receptie op Koninginnedag. Daar kon hij erg van genieten. Vroeger was mijn vader nooit ziek. Hij was lichamelijk heel gezond. En als je hem zag lopen, herkende je hem van ver. Aan zijn kaarsrechte postuur en zijn snelle pas. Rond zijn 65ste kreeg hij echter de ziekte van Parkinson. Vele jaren van aftakeling volgden. Een ziekteproces dat mijn vader stukje bij beetje heeft aangetast. Geleidelijk aan moest hij stoppen met zijn vele bezigheden. Hij heeft nog lang kunnen lopen, maar het ging steeds moeilijker. Sinds een paar maanden zat hij in een rolstoel. Praten ging heel erg moeizaam. Meer en meer was hij in zichzelf opgesloten. Maar hij heeft zijn ziekte altijd in waardigheid gedragen. Hij klaagde eigenlijk nooit. Je hoorde hem niet toen zijn handen zoveel trilden dat hij moest stoppen met zijn grote passie, het horloge maken. Hij klaagde niet toen hij fysiek niet meer in staat was om in zijn tuin te werken. En zelfs toen hij helemaal niet meer kon lopen, hoorde je hem niet zeuren. Hij bleef er lang optimistisch over dat de medische wetenschap
een medicijn zou vinden en hield alle ontwikkelingen op dat vlak heel goed bij. Voor mij is mijn vader een lichtend voorbeeld van hoe je een dergelijke slopende ziekte waardig kunt dragen. Tijdens zijn ziekteproces heeft hij veel gehad aan de geweldige zorg en de vele uren van toegewijde aandacht die zijn hele familie en in het bijzonder mijn moeder en mijn broer Maarten aan hem hebben gegeven. Ook de hulp die hij kreeg van Brabant Zorg en de fantastische zorg die hij kreeg van de lieve en betrokken medewerkers en vrijwilligers van Odendaal en woongroep Madelief waren van grote waarde voor hem en voor ons. Tijdens zijn ziekte was mijn vader nog steeds een krachtige man. Hij verbaasde telkens iedereen opnieuw als hij meer dood dan levend toch weer herstelde van een diep dal in zijn gezondheid. Ook in het langdurige sterfbed wat hij heeft gehad, bleek dat hij eigenlijk fysiek heel sterk was. 5 minuten voor zijn overlijden werd hij nog gecontroleerd en bleek dat hij nog steeds een krachtige hartslag had. Als hij geen Parkinson had gehad, dan was hij 100 geworden. Dat mag helaas niet zo zijn. Pap, we hadden je allemaal een betere oude dag gewenst. Met meer genieten en minder lijden. Ik vind dat je dat lijden niet verdiend hebt. Maar er was niets aan te veranderen. De dood is vast een bevrijding voor je. Geniet ervan dat je weer vrij kunt bewegen. Dans, pap, dans. In weer met vreugde te begroeten daar wat de liefde van Christus die alles overwint, zelfs de dood voor goed zal overwinnen.
De laatste gebeden in de kerk spreek ik in de taal, Indiase taal, waar 38 jaar geleden onze Martin met zijn broer Hermans, de missionaire priester, de taal gesproken heeft. Jebipomage, Andavare, Umadi Irakate, Kenji Mandadam, Engeluke Sevi Saitaralam, Umadu Katalai Padi, Ibulahai Vitasandra, Yamadan Anbar, Martin Kaskans, Ude Anmavai, Amaidium, Volium Nirendatil, Varavetu, Umpunidarudia Todamayil, Setarla Vendamandra, Engel Andavrahi Christvadiahe, Mandadahindrum, Daigala Prabhua, Niko Sanhita Maina, Ma Priya Maina, Snehitudu, Martin Kaskani, Miyoka Parloka Rajimlo, Ahwanin Chalani, Pratistu Nama. Leister dan hier, welwillend naar ons gebed, open voor onze vriend Martin Kaskens, de poort van het paradijs. En laten wij die achterblijven elkaar troosten met het geloof. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Laten wij van hier heen gaan en begeleiden naar de plaats onze Martin Kaskens, waar hij aan Gods barmhartigheid wordt te vertrouwd.